Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 26 van de Eredivisie in de inhaalwedstrijd en in de Europese wedstrijd van Ajax in de Europa League. Laten we eerst naar die eerste twee gaan kijken. VVV tegen Sparta werd 0-1 en Ajax won met 3-0 van Young Boys, waardoor Nederland weer gestegen is op de coëfficiëntenlijst. Dat is alleen maar positief, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat met die nieuwe competities allemaal zal gaan. Dat is nog niet helemaal duidelijk bij me, maar dat zien we allemaal volgend seizoen wel. Dit waren de wedstrijden die we hebben voorspeld voor speelronde 26 van de Eredivisie. Willem 2, Heerenveen werd maar liefst 3-1, dat had niemand verwacht. ADO tegen Heracles werd 1-2. AZ won met 4-1 van FC Twente. Groningen-Emmen, de derby van het noorden, werd 1-1. Sparta won met 2-0 van RKC. VVV verloor met 1-3 van Fortuna in de Limburgse derby. FC Utrecht tegen Vitesse werd 1-3. Feyenoord speelde 1-1 gelijk tegen PSV in Eindhoven in de topper. En PEC tegen Ajax werd 0-2. Dan is dit de ranglijst op het moment. Ajax staat natuurlijk nog steeds bovenaan met 63 punten. Dan komt PSV met 55 punten. AZ staat derde met 52 punten. Dan heeft Vitesse op de vierde plaats 51 punten. Feyenoord staat vijfde met 47 punten. FC Groningen zesde met 43 punten. FC Utrecht staat zevende met 37 punten. Dan komt FC Twente met 36 punten. Heracles staat negende met 35 punten. Dan hebben we Fortuna met 34 punten. Heerenveen staat elfde met 33 punten. Dan hebben we Sparta met 30 punten. PEC staat 13e met 26 punten. Dan komt RKC met 23 punten. VVV staat nog net boven de streep met 22 punten. Dan Willem II in de gevarenzone met 21 punten. En dan onder de streep staan ADO en FC Emmen. Dit is de voorspellers top 8 en we hebben nu op dit moment 2 koplopers. Doordat Mikey weekwinnaar is geworden, staat hij op evenveel punten als Luc. Dus die staan beide bovenaan met 216 punten. Dan komt NAC op de derde plek met 209 punten. Dilano staat vierde met 204 punten. Jarno staat vijfde met 203 punten. Massimo en Jesper hebben 196 punten. En dan komt Tijn met 189 punten. Dan is dit de Europa League wedstrijd die we gaan voorspellen voor het komende week einde. Of nou eigenlijk nog door de week. Young Boys tegen Ajax. Ajax heeft natuurlijk 3-0 gewonnen in de heenwedstrijd. Dus ik denk dat daar niet heel veel fout meer zal gaan. En natuurlijk de wedstrijden voor speelronde 27. Heerenveen krijgt FC Twente op bezoek. Fortuna moet thuis tegen FC Utrecht. Feyenoord ontvangt FC Emmen. Dan moet RKC tegen FC Groningen. PEC moet tegen VVV. Dan hebben we weer een topper, namelijk AZ tegen PSV. Vitesse ontvangt Willem II. Heracles moet tegen Sparta. En Ajax moet thuis tegen ADO Den Haag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet de Discord te joinen als je dat nog niet gedaan hebt. Link staat in de beschrijving en dan kun je met ons lekker kletsen over voetbal. En dan zie ik jullie heel graag de volgende aflevering weer. Ik heb nog mijn ding te zeggen. Dat is adios amigos.